Ja, binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs. Afgelopen weekend werden studenten van de TU Delft, er zitten een aantal hier in de studio ook, in Amerika tweede met hun ontwerp van de capsules voor de zogenaamde Hyperloop. Dat is een concept waarbij je razendsnel van de ene naar de andere plek kan reizen. Het universum zit vol wonderen en vooral in de wereld van de Zuid-Afrikaan Elon Musk. Hij is de grote man achter de elektrische Tesla en is groter dan het leven volgens zijn bewonderaars. Maar ook een luchtfietser met soms megalomane trekjes volgens de critici. I mean, overall, I think I'm pretty happy with where things are. It's hard not to be, honestly. Yeah. Het feit blijft wel dat de eigenaar van het hipste autoconcern ter wereld komt met het ene futuristische plan na het andere en geen grenzen kent. I thought it was important that we ultimately be on a path towards creating self-sustaining civilization on Mars. And NASA awarded us one of three contracts to upgrade our capability to human transport. Hij doet technologie-nerds zwijmelen met zijn futuristische Hyperloop. Daarmee kan je in een soort vacuümgetrokken hoge snelheidstrein met ruim 12.000 km per uur door een netwerk van buizen schieten. It's really, I swear, it's not that hard. Ja, dat is een briljant idee, Elon Musk, om binnen een half uur van Amsterdam naar Parijs te reizen. Maar de uitvoering blijkt nog wel lastig. Maar Musk zou Musk niet zijn als hij weer een idee uit de hoge hoed tovert. Hij schrijft een competitie uit om de knapste koppen en bollebozen van de hele wereld te laten uitvogelen welk ontwerp het beste zou zijn. De heren en dames van de TU Delft nemen de uitdaging aan en pakken afgelopen weekend de tweede prijs voor hun ontwerp. En Tim en Mars zitten aan tafel, maar daar zitten nog een achttal, negental. Die zijn allemaal lid van het team, hè, deze. Ja, al met jullie zijn allemaal al naar Amerika gegaan. Mm-hmm. En welk probleem moesten jullie daar precies oplossen? Wat was de probleemstelling waar jullie van uitgingen om uiteindelijk tot dit te komen? Toen we begonnen met de competitie, hebben we eigenlijk eerst een stapje terug gedaan. Om eigenlijk echt, ja, wat is nou het beste transportmiddel tussen bepaalde steden? Ja. En dan kom je al redelijk snel op een buis. Met lage druk, omdat dat zo min mogelijk energie kost. Want als je een lage druk hebt in een buis... Oh, je gaat nu over mij te snel. Want als ik zou denken, kom je het snelst, dan denk ik meteen aan een vliegtuig. Of door de lucht. Maar jullie denken aan een buis. Precies. Want het idee is dat je eigenlijk een soort trein hebt die door een buis gaat. En in die buis is heel weinig lucht. En omdat er zo weinig lucht is in die buis, is er bijna geen luchtweerstand. En daardoor kan je dus eigenlijk sneller dan een vliegtuig gaan. En dat met de efficiëntie van een trein. Ja, want wij zeiden volgens mij in het filmpje dat was heel snel, 12.000. Maar het is ongeveer 1200 kilometer per uur zou dat dan moeten zijn. Ja, precies. Maar dat is dan de theorie. Dan moet je nog iets gaan bedenken dat daaraan voldoet. Precies. En waar start je dan? Mars? Of moet ik bij Tim? Ja. Nou, wat we als eerste hebben gedaan is gekeken naar wat zijn nou alle functies die je moet vervullen voor zo'n voertuig. Ja. Je moet kunnen zweven, je moet kunnen remmen, je moet kunnen stabiliseren, dat je bochten kan maken. De mensen zitten. Precies, je moet de passagiers veilig houden. Dus we hebben voor al die verschillende functies zijn we gaan opsplitsen. Gekeken wat voor oplossingen kan je allemaal bedenken voor die functies. En vervolgens daarvoor allemaal berekeningen doen. Welke zijn het efficiëntst, welke hebben de laagste massa. En dan een combinatie maken van al die functies, zodat je één systeem hebt waarin al die oplossingen alles bij elkaar geïntegreerd zijn.